geregeld dat wij een hele leuke middag hebben. En die wil ik eigenlijk nu het woord geven. Marielle en Amber. Sorry. Remco, kunnen we niet wachten? Heel nog niet. Dus. We gaan straks met z'n allen op pad. We hebben een groepsindeling gemaakt, dus we hebben alles iedereen door elkaar gezonden. Door elkaar heen gehuurd. Ja, dan kunnen we het toch opzoeken. En die moeten we opzoeken. Ja. Ankie, ben je boos? Ja, die kunnen we opzoeken. Ben je teleurgesteld? Nee, ook niet. Ja, het is pas begin, dus nog niet anders zoveel. Ja, maar ik denk die loopt zich op te winnen. Nee, hoe laat moeten jullie hier zijn? 10:50. Oh, dan ben je eerder als ons. Ja, dat zegt wel heel veel over ons. Ja, we zijn goed gespeeld. Hallo. We hebben ook verschrikkelijk hard gelopen. Ik heb ook die mooie schoenen nodig. Willen jullie je niet bemoeien met onze groep? Hallo, wij zijn druk. We zitten in overleg, ja? We zitten in overleg. Ja, dag hoor. Dag hoor. 4628. Hallo, mag ik even? Even stil. Ja, komt niet meer. Ik denk dat het op tijd gaat in de tijd. Ja. Hier. Ah. Ik heb het voor elkaar. Ze hebben ruzie. Niet normaal. Dat is me weer gelukt. Dat staat erop bekend, hè? Vertellen eerst. Kassiers catastrofe. Paul, wat heb jij gevonden? 1993. Ja, klopt. Ach, dit is veel makkelijker. Kijk zo. Eén DVD per. Eén DVD per groep zijn het allemaal dezelfde. Ja. Nou, en dan moet je die code scannen zeker. Dat weet ik niet, wat staat er op briefie? De andere heeft dat op briefie. Maar nou hebben we niet een map. Nee. Dat is wel raar. Een map waar je voor alles in kan doen. En waarom hebben we niet wel dan? Ja. Ik vind het een leuk spel. Het is nu al leuk. Nou, ik ga mijn handen kijken. Doet hij wat? Misschien kun je beter in de schaduw staan. Dat wordt nog leuk. Hij de leesbrillen nou eens op doet. Start de missie. Start de missie, oké. De klokken luiden. Nou jongens, ik zal het geluid even aan aanzetten. Luister en huilen. De handgezochte cyberterrorist, bekend staat als New Warren, is onlangs gezien op de schuttervaart bij het centrum van Zwolle. Nou, daar loopt ons team. En het gaat hartstikke goed. Dat was een rechtopstaande opval, hè? Nee, dit is een liggende rechthoek. Ben je zelf ook een rechthoek? En als we dat allemaal hebben, wat dan? We hebben een code. Een code? Doe dan. Zes. Ja, en dan krijgen we een vierkantje. Yes, sir. Wat zei je, Paul? Ik denk alleen dat we aan de onderkant van de straat zijn. Want? Want we lopen nu hier, zo die bocht in. Ja. En dan, daar waar je rechtsaf gaat naar de sportschool, staat dan die kant van de weg. Ja. Dan staat daar ergens iets wat. Nou, gaan we daar kijken. Ik zie daar een groepje mensen, dus dat zijn mensen op een stuk of als wij. Ja. Dom volk. Die gooit inderdaad als Birgit. Nee. Ja, in de zon, hè. Oh, hier, hebben we daar al de achterkant. Niet afkijken, niet afkijken. Pas op, kijk uit, wat gefilmd, pas op. We zijn te snel. Afschermen.
vergelijken wat hier staat en ons. Ja, maar je moet 4 cijfers, hè? Ja, nou dan zie ik al zo 3, 2. Dus er 2 voor Jan. 2. Hier is een 3. En die is een 3. Is dat een 3? Ik weet het nog niet, daar is er een 3. Ik heb er niet. Hier staat 2, dus alles wat afwijkt, dat vul je. 4, 5 is 3. Hoogheid, heeft u het nog naar uw zin? Ik vind het ontzettend fijn. Lekker weer erbij. Je neus groeit. Nou, ik geef Paul nog een minuut en dan begint hij te vloeken. Nou, dat valt wel mee hoor. Ik ben altijd de kalmte zelf. Maar kan hij die ook invoeren? Godverdomme. Oh, kan je dat ook invoeren? Dat is 6. Paul. Is het nou werkelijk dat je hebt staan opwinden? Wat? 1, 3, 6, wat zeg je? Wat zeg je, Ankie? Is niet zo agressief, hè? Ankie kan er niks aan doen. Ik kan niet van opgeven, sorry. Zit niet in mij. Ik zie voorlopig helemaal geen reet. Kijken. Ik zat dus te mopperen en jij ook. Waarover? Over mij? Over mijn kaas. Vestgenoot. Ja, Gerrit heeft een heerlijk stukje oude kaas. Nee, nee. Bruine boterham. Nee, jonge kaas. Jonge kaas. Gast. Ja. Gerrit heerlijk gekocht. Gaat hij lekker malig weer naar het werk. Nee, wat denk je? Dat die koeien asfalt hebben gegeten? Natuurlijk is dat graskaas. Anders was het toch asfaltkaas? Gerrit heeft ook heerlijk een tocht gelopen. Hij vond het prachtig. Gerrit liegt nooit. Fijke, je ziet het aan mijn gezicht. Ik vond het geweldig. Hij vond het geweldig. Op zijn verjaardag wilt hij dat ook nog als cadeautje hebben. Mooi, in de bezem doorheen halen.